mensen, tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe aflevering van Clash Royale natuurlijk. We gaan vandaag weer Clash Royale spelen, want de vorige aflevering had echt superveel support gekregen. Echt thanks voor de duimpjes omhoog. We hadden 100, wat zal zijn, 11 likes zo, ieder rond de 100. Super dope jongens, de weergaan waren ook echt dope om de Clash Royale video. Dus ik had ook een comment eronder gezet van, yo jongens, laat je duimpje achter als jullie meer willen zien. Dus ja, en het ging gewoon super hoog, de duimpjes gingen super nice. Dus wij gaan meer Clash Royale spelen en ik heb hier mijn sappige telefoontje. Jullie zullen weer in de layout natuurlijk, daar zullen jullie natuurlijk het beeldschermpje van mij zien. En zoals je ziet ben ik in Clash Royale. En zoals je nu al linksbovenin ziet, zie je iets nieuws. Je ziet opdrachten en daar kan je allemaal challenges doen. Ik heb persoonlijk heb hier nog niet echt goed naar gekeken, maar dat gaan we niet doen deze video. Want zoals je ziet zie je een beetje de layout veranderd. Je krijgt gratis per dag. Bijvoorbeeld hier heb ik een zilveren kist gekregen. Het is helemaal veranderd. En wat er super, super nice is toegevoegd, is een nieuwe game mode. Dat is dit. Het is een evenement. En het is, het is heel apart uit te leggen. Je hebt zeg maar twee kanten zoals normaal bij Clash Royale. Alleen je hebt een soort van, wat zou het zijn, voetbalveld zonder goals en lijnen en alles. En je moet naar de overkant gewoon proberen te komen. Je hoeft dus niet te killen, geen torens neer te halen, maar gewoon één poppetje, zelfs een skeletje van een heks, gewoon aan de overkant te brengen. We gaan daar gewoon een paar potjes, we zullen zien hoeveel potjes we daar gaan doen. Ik start gewoon gelijk, 2 tegen 2 is het wel, dus je speelt met een teammate. Laten we even kijken of iemand uit de clan mee wil doen en zo niet, dan zoeken we wel even een random teammate. Dus het wordt even wachten en dan zie ik jullie zo meteen. Zo mensen, zoals je ziet zitten we in een potje. Helaas kon nog niemand van de clan joinen, want ja, die zijn ook bezig en zo. We moeten nu gewoon kaarten gaan kiezen. Dat is wel super dope. Ik ga voor de X-boog, want je moet wel echt van die verdedigende towers hebben. Laten we voor de skeletten gaan. En oeh, Skeleton Army is super dope. Want je moet ook verdedigend, maar ook aanvallend spelen. Laten we de vuurbal nemen. Oké, we hebben tot nu toe wel echt een verdedigend kaartjes. Maar we krijgen nog meer kaarten die de enemies voor mij hebben gekozen. En kijk, zoals je ziet, het veld is helemaal veranderd. En dat is best wel lijp. Oké, we hebben een reus. Dat is super dope om te kunnen aanvallen. Oké, laten we gewoon die reus inzetten. Oeh, hij heeft een golem. Dat is wel gevaarlijk eigenlijk. Oh, en een rijdende toren. Oké, die skeletjes bijvoorbeeld rechts, die kunnen al eigenlijk over de lijn komen. En dan heb je eigenlijk al verloren. Nou, even de varkensruiten neerhalen, jongens. Snel, snel, snel. Snel, kom op. 9. Hij had 0. Hij had eigenlijk gewoon 0 HP. Zoals je ziet, jongens, hebben we nu een, hebben 1 ronde verloren. Het gaat totdat je 3 kronen hebt. Dus zoals je ziet, zelfs met 0 health, gewoon, je moet gewoon over die lijn komen. Ik heb een X-boog, wat super dope is om te gaan verdedigen. Dus bijvoorbeeld hier zet ik de X-boog neer. Ik pleur even een vuurbal daarheen. Nee, net niet die prins of wel? Ja, net wel. Oké, nice. Oh, teammate heeft mega ridder. Dat is super sick. Hij heeft gewoon een mega... Oh shit, hun hebben een Inferno Tower. Een mega ridder. Daar hebben we nog nooit in dit evenement gezien. Ik hoop dat ik die reus daar links heb. Mijn skelet arm. Ja, nice. Oké, die is down. Maar die mega ridder. Oh shit, hij is dood. Helaas. Ik moet eigenlijk... Nice, pijlenregen. Oh, snel. Ik moet even een tovenaar neergooien. Snel, voordat die gunsteling... Oh shit, dat laden duurde wel heel lang voor die tovenaar. We waren bijna de lul. Kom op. Tovenaar, daar links bovenin. Ja, ja. Wat? Nee! Ik zat al te juichen. Juichen! Nee! Hij is niet ook. Hij is nog geowned ook. Jongens, meen je dat? Ik gooi een reus daar links. Oh my god. Ik dacht, dit is al overheen. Oh, maar die tovenaar kan het doen. Die tovenaar, die gaat lijp. Hij kilt iedereen. Gaat hij eroverheen? Nee, 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 nee. Ga, nee. Nee. Oh, hun spelen dit zo slim. Ja, ik heb niet. Ik wil die X-boog neerknallen. Nee, we hebben verloren weer. Die X-boog. Soms vind ik wel dat het zo lang duurt om iets in te zetten. Dat zeg ik je eerlijk. Oké, we staan 2-0 achter. Dus eigenlijk niet zo slim. Ik moet even in een goede houding eigenlijk mijn telefoon neerleggen. Kijk, mijn X-boog is helemaal geglitcht. What the heck? Oh, wat de fuck was de X-boog aan het doen? Oké, ze hebben een golem op rechts. Eigenlijk die teammate van mij, die reuzenredder, moet hij eigenlijk niet daar neergooien. Want een Inferno Tower die heeft hem zo. We moeten eigenlijk nu voor die golem gaan hier. De X-boog helpt ook mee, Skeleton Army en Musketeer. Als mijn teammate op links helpt... Oh, kut. Je teammate, oké, nice. Dan gooien we de boogschutters daar neer. We pakken Skeletons ook zo. Boogschutters, haal die dingen, haal die gunstelingen eruit. Oké. Snel skeletten neerleggen. Ja, mijn teammate zou ik zeggen. Ik zeg het je eerlijk, die is niet zo goed. We hebben nu gewoon verloren. Het is gewoon, ja. Hoe mijn teammate zeg maar speelt met die reuzenridder was al eigenlijk te verwachten dat hij niet heel goed was. Dat zeg je eerlijk, sorry. Ja, waarschijnlijk. We zouden in Nederland. Vledermausjury.
Nee, waarschijnlijk zal dat geen Nederlander zijn. Maar je moet inderdaad wel goede teammates hebben. Die, bijvoorbeeld als je naast iemand zit, bijvoorbeeld wat ik dan tijdens de les doe. Ja, ik doe Clash Royale tijdens de les. Ja, misschien moet ik dat niet gaan doen, maar ja. En dan kan je gewoon overleggen van, yo, zit jij dat daar neer? En dat kan je nu helaas niet. Dat is het enige nadeel. We gaan gewoon weer snel zoeken. We gaan nog een potje doen en kijken of we die wel kunnen winnen. En ik hoop dat wij goede kaart krijgen. Een Inferno Draak is wel nice, maar ik denk Inferno Draak voor reuzen is die echt heel chill. Ja, blaaspijp kabot, gif of vuurbal denk ik. En tovenaar. Oké, we hebben redelijk weer een verdedigend deck nu. Maar oké. Oh, teammate heeft pekken. Dat zou echt nice zijn. Als we die gewoon zwaar kunnen verdedigen en ze geen Inferno Towers hebben, kunnen we die pekken hebben. Dat weet ik sowieso. Ik speel met een Chinees. Of in ieder geval Japans-Chinees tekens. Oh, nice. Ik heb een, zeg maar, van die vuurgeest ton, zeg maar. Ik weet niet hoe die heet. Ja, vriend, dat gaat niet werken. Oh, gooit hem ook nog goed. Dan gooien wij ook even zo'n tonnetje neer. Oké, nice. Ik heb een golem. Oh, dat is chill. En een pekka. Holy damn. Wij hebben wel een goed deck nu met die teammate. Oké. Links, oh shit, links moeten we eigenlijk wel hebben. Die weet, ja, ik heb ook een blaaspijp kapot. Gooi even een ijsgeest erop, zodat die ballon natuurlijk afremt. En we hebben nog een ijstovenaar, dat is ook voor afremmen. Oké, we hebben een goed deck, ik zie het nu. We hebben nu veel beter deck. Teammate heeft een pekka. We hebben ook nog een ijstovenaar, zoals je ziet, en een golem. Dus, oké, rechts. Oh, die waren er bijna al, die blaaspijp kapot. Even een vuurballetje gooien. Oh, we hebben echt een lijp deck met die teammate. Holy shit. Dat mengt heel goed. Hun hebben namelijk zo'n stormram. Ik heb hopelijk dat skeletleger. Op tijd denk ik wel. Ja, jawel. Die hebben. Oké, nice. Easy. Oké, we hebben al. Ja. Elite barbaren zijn er overheen. Of barbaren, wat zijn het? Nee, gewone barbaren. Zoals je ziet, het ligt gewoon aan je deck. No shit dat het daaraan ligt. Maar ook aan je teammate, hoe hij speelt. En deze man speelt goed. Oké, we hebben een golem en ook een vuurgeestenton. Oké, mijn teammate gooit ook een ton neer. Of een toren. Dan gooi ik ook even een toren neer. Want dan gaan de aanvallende partijen natuurlijk van enemies gaan op die torens af. Oké, ik gooi een golem. Fuck it, we gooien gewoon de golem. We gaan gewoon in de aanval. Want dat ding heeft zoveel health, jongen. Oh shit, die heb je? Ja, nice, oké. Gaat die ijsgeest op? Oh shit, rechts zijn we wel fucked. Rechts zijn we fucked, rechts zijn we fucked. Teammate, let nou op rechts! Teammate ging vol in de aanval. Shit, man. Of hij had geen elixir. Man, shit, man. Ja, die. Soms, je moet echt dus aanvallen of verdedigen. Eén van die twee moet je kiezen. Als ik nou, want ik kan niet met mijn teammate overleggen. Als hij nou voor de aanval gaat, ga ik voor de verdediging. Dus we gooien even zo'n ton neer hier. Of zo'n toren bedoel ik. Oké, fuck it. Inferno draak. Oké, nou moeten we even op de linkerkant gaan letten. Voordat hij daar niet. Oké, teammate gaat daar ook via aanvallen. Of verdedigen. Ja, aanvallen. Oké, Inferno draak doet zijn ding. Hex, dat is wel kut. Oké, nice. Prinses. Oh, hij heeft de prinses. Dat ik niet eens door. Ja, de skeletten zijn echt fucked. Ja, heeft hij die bandit? Nee, die bandit. IJsgeest. Oké, we worden nu flink van alle kanten bepimpeld, zeg maar. IJstovenaartje is er ook bij. Oké, nice. Ja, dit is wel een lijpe verdediging, hoor. Oké, ik zet ook weer even een toren neer. Een oven heet die trouwens. Ik dacht gewoon een vuurgeest. Ja, ton, weet ik veel wat het was. Maar het is gewoon een oven. Oké, ja, dat is ook best wel logisch, een oven. Oké, we hebben een golem. Oh, kut, ze vallen wel heel hard aan. Even zien. Ja, ik gooi gewoon een vuurbal. Heb ik dan die? Ja, oké, die is wel gedamaged. Tovenaartje erbij. Ja, oh, Pekka, hij is slim. Deze teammate kan het wel. Ja, oké, links zijn we fucked. Links zijn we echt fucked. Teammate, help op links. Pekka gaat er ook op af. Nou, IJsgeest heeft zijn werk gedaan. Nu nog de IJstovenaar. Of die ballon IJstovenaar. Ja, heer. Ze halen dat ding neer. Nee, weer, dit meen je niet. Dit meen je niet. We hebben weer gewoon met, omdat die weer iets wat met één helft of zo over de lijn gaat. Oh, oké, ga voor de aanval als die ook, als ik kan zien. Dit is nice. Oh, we hebben nog 6 seconden, hebben we weer verloren. Nee. Helaas. Dat was ik vergeten, dat het ook een tijdsduur heeft. En dat, ja, kut man. Helaas teammate, helaas. We gaan nog één potje doen, jongens. En hopelijk kunnen we die wel gaan winnen, want het is nog best wel pittig moeilijk. Oké, we hebben een. Oh, 300 muntjes, dat is nice. Oké, we gaan hopelijk. Dat was een boer. Hopelijk een goede teammate krijgen. Kom op. Ik wil gewoon iemand die dit spel best wel veel speelt. Dus kom op, jongens. Boomstam, die is nice. Oké, die nemen we mee. Tovenaar, die is denk ik toch wel iets beter. Bul is zeker nice voor skeleton armies. En gunstelingen. En een knight, omdat hij veel health heeft. Kan hij gewoon mensen of troepen afleiden. We hebben een goed deck. Hopelijk mijn teammate ook. En ik hoop dat we gewoon een keer kunnen winnen, jongens. Kom op.
Met wie speel ik trouwens? Met KP Singh. Oké, kom op jongen. Oké, ik heb ook weer een oven en een stormram. Dat is wel chill. Oké, hij gooit die. Ik gooi die oven daar neer. Ik hoop dat hij dan daarop afgaat. Dan gooi even een tover naar die richting op. Oh nice. We hebben ook een reuze gunsteling. Mega gunsteling. Zo, dat woord jongen. Ze hebben weer. Ja. Die bandit is ruk hoor. Die bandit is echt. Oh, ik gooi. Die boomstam, dat hebben jullie niet gezien. Jongens, die bandit teammate. Oh, het is zo ruk als je iets ziet. Als steeds dichter bij die lijn komt en je kan niks ingooien. En helaas had mijn teammate dat. Oh, tornado. Dat is ook echt nice hoor. Oké, een X-boog. Oké, jongen. Teammate, we gaan ervoor. Ik ga voor de aanval strijdram. Ik ga iets meer op mijn elixir letten. Want zoals je ziet, aanval is. Het is. Ja, je moet aanvallen. Je moet ook heel veel verdedigen, namelijk. Dat is het. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb niks voor die rechtshouden. En die reuzen, hun hebben lijpe troepen, man. Ik heb geen ijstovenaar. Oh my god, die ballon moet eruit. Ik heb nog niks voor die... Die X-boog. Die houdt die ballon tegen... Kom op, haal die ballon eruit. Nee. Tweede potje verloren, kom op. Nee. Mijn teammate is niet zo goed bezig, zoals ik zie. Ik ook niet, maar... Weet je moet zoveel geluk hebben met je troepen, dat zeg ik eerlijk. Oké, kom op teammate, we kunnen nog winnen. We staan weet ik hoeveel achter, maar maakt niet uit. Oké, bul erachter. Ook al is die... Oh my god, ze hebben ook gewoon klonen en alles. Dat ga je toch niet menen, man. Oké, ik moet een beetje goed opletten. Want ik weet echt niet wat die teammate gaat doen. Oh, we hebben gewonnen. Lol, ik had die fuckers eruit en niet eens door. Oké, we kunnen de comeback nog neerzetten. Doe, we moeten even een potje winnen, man. Dat moet toch lukken? Oké, we hebben weer een tornado, een boomstam, een oven en een strijdram. Laten we voor die strijdram nu gaan. Als hun heel veel hebben ingezet, roep ik hem in. Ik zet nu even een oven daar links neer. Oké, dat bedoel ik. Dat kostte veel elixir, dus ik ga er nu op af. Ik heb een tornado voor als ze iets van skeletons neer gaan zetten. Hebben ze hem door? Kom op, ja, rijd door. Nee. Ja. Ja, dat moet wel. Ja, oké, nice. Oké, we staan nu 2-2. Dit kan nog best wel spannend worden. 2-2. Oké, dit is de final ronde. We hebben ook precies 1 minuut en 7 seconden. Het kan nog. Oké, hij gooit varkensruiter. Ik gooi gewoon de boomstam daar neer. Oké, tovenaartje. Oké, varkens... Nee, oven. Gooi de oven neer. Dan gaat de ballon erop af. Oh, dit is kut. Die ballon is sterk, hoor. Maar die... Hij heeft ook nog een tovenaar. Boeiah! Varkensruiter voor de win. Teammate, lekker, jongen. Het is zeg maar... Dat merk ik nu wel... Dat als er veel troepen net ingezet zijn, dat ze sowieso geen elixir meer hebben. Maar ook gewoon dat als het gevecht helemaal links gaande is, dat je via rechts iets ingooit dat bijna niemand het ziet. En hij kwam er lekker doorheen met zijn varkensruiter. We hebben een Arena 9 gouden kist. Misschien kunnen we hier nog iets lijstwerk krijgen. Misschien een Legendary, I don't know. Oké, nog één kans. Nee, geen Legendary, helaas. Oké, maar jongens, dit was de 2 tegen 2 event. Dagelijks 2 tegen 2 Touchdown heet het. En het is best wel echt een leuke game mode om te doen. Ik vind het wel sick dat het er gewoon in zit. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geen idee zeker als je de video leuk vond om een blauwe duimpje omhoog te doen. Dus abonneer op mijn kanaal en laat zeker je duimpje omhoog achter als je meer Clash Royale wilt zien. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen.